er knokken genoeg uit voor een podcast met ons? Ja, dat is ongelooflijk. Zou ik nu niet knokken af? Van mij mocht. Let's go, baby. Wat dat mensen nu weten is dat dat gewoon ender is. Dit is hoe ik je normaal eens in één bel. Ik heb geen idee dat mijn ouders zo uit zijn. Oh, ik voel me echt fuck. Goedemorgen mensen, welkom bij een nieuwe aflevering van Gossip Guy Podcast. Mijn naam is Ender Schotens en vandaag zit ik een keer met Willem de Schrijver. What's hello, up? hallo. Tweede keer? Yes, ik heb er zin in. Stevige upgrade van vorige keer wel heel deze. Ja, dat wil je. Ja, het is een heel andere setup. Maar... Full house. Full house. Grote dag, by the way, want de cameraman daar, dit is de eerste keer dat hij hier is en dat er effectief een gast komt opdagen. De vorige twee keer. Ik kan ook nog altijd naar huis gaan. Hè, als je liever hebt dat de dag gedaan is... Ik heb hem gezegd, als er vandaag niemand komt opdagen, dan ligt het aan u en dan werken wij niet meer samen. Okay. Dus je bent echt de reddende engel vandaag. Alsjeblieft. Straks regelen wij de prijs wel achteraf. Nu, voor de mensen die niet goed weten wie jij juist bent, van waar zouden ze u kunnen kennen? We zouden mij kunnen kennen nu, onlangs is de reeks Knok Off te zien op VRT Max. Mm-hmm. Dus daarvan en anders daarvoor de projecten What the Fuck, de jongere reeks in het begin. En dan daartussen heb ik nog Déjà Vu, het eerste seizoen ook gedaan. Mm. Dus voornamelijk vandaar. Tegenwoordig zou het ook kunnen van socials. Maar ja, gewoon de populairste jongere reeksen eigenlijk van de afgelopen paar jaren. Jij moet het niet zeggen, ik ga het zeggen. Okay. En daar heeft het gezegd. Ja, ik zwijg. Nu, we zitten hier met nog iemand die effectief van Knokke komt. Jitse, en waar zit hij juist? Die zit op de beachbar in Knokke. Oké. Dus jij weet... Surfers Paradise. Wow. Oké, jij bent wel op de hoogte van Knokke, effectief. Ben je daar ooit zelf dan op vakantie gegaan? Of? Nee, we hebben daar moeten draaien. Ik doe beroep op mijn kennis van de draaien. Yeah. Ik ging niet zoveel naar Knokke, eigenlijk. Ik ben er wel een paar keer geweest, omdat een van mijn beste vrienden die had daar een appartementje op de Lippeslaan. Dus ja, wel een gezellig appartementje. Dat was leuk, maar we kwamen daar vroeger wel gewoon zo'n paar dagen in de zomer om... Ja, hoe oud waren wij? 15, dat was dan zo... Om weg te zijn van onze ouders de eerste keer en zelf een eigen vakantie en een biertje drinken op strand en dit en dat. Dus, spannend, ja. Dus jij hebt ook wel de Knokke lifestyle een beetje geleefd. Goh, je hebt al die clubs daar, hoe heet ze weer? De Scoop. De Scoop bijvoorbeeld. Nee, nou, de Scoop is de al weg, inderdaad. Echt? De Kitsch Club is de Kitsch. Oké. Ja, inderdaad. Okay. Of de Calypso is onder het casino ook. Inderdaad. Daar hebben we ook gedraaid. Oh, shit. Dus daarmee dat ik het allemaal ken. Ik ben nooit gaan feesten echt in Knokke. Ik vond het leuker op strand. Het is grappig, want jij hebt de reeks gemaakt, maar dat was... mijn wereld, hè. Dat was mijn cultuur. Hè. Ik kom van Schoten, hè. Dus dat is Schoten. Dat was tweede week van augustus, volksverhuis, allemaal die kant uit. Ja. Ik niet per se, maar ik ben zo twee keer mee mogen gaan met een paar vrienden. Eigenlijk, ik haatte dat echt. Ik vond dat zo kut. Ja, wij haatten dat ook. De mensen uit Knokke zelf haatten dat ook. Ja, hoe noemde jij mij net? Aangespoelde. Ja, maar wij kregen een slechte naam door al die snopjes. Ja, blijkbaar. Niet naar mij wijzen. Ik was gewoon één keer leeggegaan. Niets meer te maken. Nee, maar wij hebben wel een quiz voor u. Een put a finger down challenge. Hoe Knokke bent jij? Hoe Knokke bent jij? Want je hebt daar wel gefilmd, maar ik heb dat geleefd. Dus zien of je wel mijn cultuur respecteert. Oei. Nu gaat het komen. Vragen. Mocht 10 vingers omhoog zetten, uw microfoon een beetje laten leunen zo. En als ze allemaal naar beneden zijn, dan moet je een villa kopen in Knokke. Dat moet... is geen keuze. Nee, dan krijg je een villa. Een villa. Nu villa zijn we aan het babbelen. Nu ga ik het serieus nemen. Krijgen is iets anders. Betalen dan. Ik weet zelf niet of ik er 10 heb, eigenlijk, dus dat gaat misschien niet leuk. Oké, ben je ooit naar de Scoop geweest? Uiteraard. Binnen of gaan kijken naar alle jongeren die aan het kotsen waren buiten? Nee, waart je een van de jongeren die aan het kotsen waren? Nee. Een ijsje gegeten bij de post. Ja. Uiteraard. En heb je gedaan alsof het dat lekkerder was dan dat echt was? Omdat iedereen zegt van, oh, dat is het beste ijs aan België. Dat ik wel. Ik vond het helemaal niet zo lekker. Ja, ijs is ijs. Ja, exact. Speciaal kan je het maken. Maar pas op, ik heb daar basilicum-ijs gegeten onlangs. Basilicum-ijs? Lekker. We moeten nog eens naar Knokke in. Basilicum-ijs. Basilicum-ijs. Heb je ooit in Knokke gereden in een hoofdkar? In Knokke niet, nee. Oh, damn. Nee. Oké, shit. En was dat de hoofdkar van je vader? Ja, in principe wel. Maar, echt? Nou ja, nee. Wacht, maar we zijn nu in de fictie bezig. Ah, ja. Realiteit. Realiteit niet. Ja, dan moet ik de golfkar ook terugnemen. Nee. Het was niet van mijn echte vader. Dus we zullen die erbuiten laten. Okay. Die tv-vader. Heb je ooit een fles gezet met vuurwerkstokjes? Je moet lang nadenken. Ja, maar mijn opnames wel allemaal. Maar ik heb dat nooit... Nooit. Maar heb het niet zelf betaald? Nee, dus telt niet. De ouders betaalden ook sowieso in Knokke. Ja, niemand betaalt dat zelf. Domme vraag. Dat mag ook niet.
Ben je ooit naar de nachtwinkel geweest op de markt? Achter sigaretten of nog een blikskast tattoo of zo? Maar so far ben jij meer knokken dan ik. Heb je ooit coke gesnoven in het toilet van de ISIS? Ja, man. Voor elke keer een vinger naar beneden. Mijn tenen erbij nemen. Het enige cliché dat ik nog weet, is het sportstrand. Heb je ooit naar het sportstrand volleybal gaan doen of zo? Ah ja, gaat dat er allemaal bij een en ook die springkastelen en die trampolines en wat is dat? Was dat niet allemaal? Ja, dat ik weet niet, is dat hetzelfde strand? Nee, het sportstrand is eigenlijk gewoon een strand, maar ik doe daar ook geen sport. Niemand doet daar sport. Nee? Oké, ja, ik ook niet. Heb je ooit al een keer ergens gezegd, moet niet per se een knal zijn, weet je wel wie dat ik ben? Maar een serieuze? Voor serieuze zijn. Ah, nee, dat nooit. Nee, ik ook zeker? Niet. Oh! Ik denk dat er van alles wordt geïnsinueerd. Nee, ik geloof niet. Dus eigenlijk ook maar twee. Je hebt drie vingers, ik had er twee naar beneden. Oké, je hebt meer knokken dan ik. Ik dacht dat ik nu ging winnen eigenlijk. Wat krijg ik nu van u? Een hele kleine villa. Ah, ik dacht dat het ding was dat jij dan die villa betaalt voor mijn kinderen. Nee, wat we wel kunnen doen is het eerste shotje dat je ooit in de scoop gedronken hebt, maar jij dus blijkbaar niet. Nee. Was Blue Trill. Blue Trill is gewoon Blue Curaçao en citroensap. Dus ja. Hier. Seks, als je iets thuis krijgt, dan is dat wel je schild. Ik wil Willem van knokken. Ik geef je pas zeg, ga een lijstje op. Ja. Heb jij dat nooit gedaan? Ik heb wel veel Blue Curaçao gedronken. En de gevolgen komen vooral de dag erna als je kijkt in de toiletpot. De kleuren die ik heb gezien, ik kan er een regenboog mee bouwen. Dat is een verrassing voor jezelf voor de volgende dag. Op welke kleur gaat het vandaag zijn? Pak je maar een shotje. Ik pak de minst gevulde, want... Dat is keigo. Cheers, dat je toch een beetje de scoop-ervaring hebt. Op knokken. Op knokken, ja. Oh, dat is... Allee. Heel veel citroensap. Ik vind het perfect, de perfecte mix. Veel minder lekker dan ik me herinnerde. Zo een van de dingen dat wijsgemaakt werd, dat lekker was toen ik naar de scoop ging, maar toen je daar dan was... Maar... Ben jij ooit verliefd geweest op een leerkracht? Ik voel me bekeken nu. Verliefd niet, maar er was wel één leerkracht die je wel echt knap vond. Maar... En hebben we het over middelbaar of over lager? Middelbaar. Ja. Maar als ik te ver ga verdiepen, dan... Ik moet je namen zeggen. Te opvallend worden, dus. Oké, en was dat echt een crush of gewoon knappe leerkracht? Goh, ja. Voor mij de definitie van crush is iemand waarvan je zeker bent dat je die nooit... Ah. Dat nooit gaat gebeuren, of zo. Dat is voor mij. Iedereen heeft daar denk ik een andere definiëring voor. Maar voor mij wel. Dus ja, op zich zou je kunnen zeggen als een crush, maar... Ja. Het was meer zo van, elke keer als die les was, dat gaat tof worden, met de vrienden. Oh, dat is een knappe. Jij ziet ook al uit als de gast die dan zo wat aan het plagen was, of zo wat interactie ging met de leerkracht. Je zou echt voorbij zijn hoe ben daarin, denk ik, als persoon wel veel meer opengebloeid. In het middelbaar was ik echt de stille jongen van achter in de klas die ik ook niks zei. En zowel wat meelachen als de snotneuzen iets uithaalden, maar voor de rest hield ik mij zo afzijdig. En ik probeerde dan vooral te laten uitschijnen dat ik een brave jongen was. Te laten uitschijnen. Ja. Waarschijnlijk was ik dat wel niet. En ik zou aan mijn ouders ook kunnen vragen dat ik zal niet makkelijk een kind zijn. Het valt denk ik al bij al wel mee. Je zegt net dat ik de lichten niet eens aan als je zit. Geen probleem. We waren al aan het shinen. Ik ben trouwens wel verliefd geweest op een leerkracht ooit. Maar echt verliefd? Als je niet zag je toekomst... Dus bij ons is dat heette groep 4. Dat is volgens mij het tweede leerjaar, omdat we op de Nederlandse school zaten. Juf Katrien, gigantische crush. Ook een los name drop. Ja. Juf Katrien. En dat is I don't care. Maar die ging trouwen in dat jaar ook. Die had mij uitgenodigd om naar de trouw te komen. En ik was bijna offended. Ik dacht van, hoe de fuck ga je mij uitnodigen op uw trouw? Ik wil met u trouwen. Jij speelt met mijn gevoelens. Ja, dat was en echt... En men van de dienst, hoor, recht staan. Ik heb bezwaar. Het wordt zo'n beetje zo... Ross en Rachel. Ja, weet je wel, hoor. Dus ze gingen trouwen en dan... Een beetje toxische relatie wel uit. Ze heeft toevallig niet de Ender gezegd. Ja, Ender. Ik neem je als man. Imagine. 10-jarig gastje of hoe oud? Nee, dat zal jongen zijn. Dan mag je het heel fout worden. Ja. Nee, maar ik heb echt respect voor leerkrachten gekregen. Ik heb onlangs... In het zesde middelbaar moest ik een afstudeervoorstelling maken. En ik mocht die onlangs als schoolvoorstelling een paar keer spelen bij mijn oude middelbare school. Dus eigenlijk een leuk iets. Dat ik dat mocht doen en dat ik die kans kreeg. Dat was echt... Ik besefte toen ik daar stond op de vloer, dat was een voorstelling van 40 minuten maar of zo. Dus dat was echt een monoloog, echt iets kort. En dat ik daar zat en dat ik frustreerd dat ik dacht, kunnen jij geen 40 minuten stil zijn? Gewoon stil zijn. Allee, mensen
die heel tijd babbelen. En ik neem hun dat op zich ook niet kwalijk, omdat ik mezelf daarin herkende. En het is ook niet dat die dingen aan het schreeuwen waren van... boe. Ja. Dat is eerder... Die zijn over de voorstelling met elkaar aan het babbelen op een geluidsniveau... Dat je dat hoort tot op de vloer. Ja. Maar de meesten zijn nog te jong of hebben te weinig ervaring ook met theater om de instantie als theater zijnde van je zit op theater en je kijkt naar theater en je luistert gewoon. Dat die dat niet goed doorhebben. Dat is zoals, die zijn zo gewoon om naar een scherm te kijken en vooral te zien op een scherm dat die constant eigenlijk commentaar geven. Allee, dus niet per se een negatieve commentaar, maar altijd weer iets te zeggen hebben over iets. Zo hoorde ik zo tijdens vorig. Oh ja, 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 mijn mama heeft dat ook ooit eens gezien. Maar dat leidt dan zo af en dan moet je daar wel zo wat mee omgaan. Dus dat was wel een speciale ervaring. En ik heb heel veel respect gekregen voor leerkrachten, omdat ik besefte van, jezus, vroeger ook, constant die zijn les aan het geven en geroezemoes de hele tijd en drie keer vragen. Het kan nu eindelijk stil zijn. En dan werd het nog niet stil. Dus ja, bon. Veel respect. Man. Niet kunnen bij leerkracht zien. Nee, ik heb twee maanden leraaropleiding gedaan en dan kwam de stage en dacht ik, eerst zo'n cake-stage doen en dan zag ik het al van... Als je hebt niet eens voor een klas gestaan. Maar nee, ik zat van achter in de klas te kijken hoe dat het moest en dan dacht ik, fuck, nee. Jij was die aan het praten. Propjes aan het maken. Heb je ooit briefjes doorgegeven in de klas? Ja, tuurlijk. Ja. Maar dan ook niet per se briefjes. Iedereen werd betrokken, hè. Dus niet per se briefjes die bestemd waren voor u. Dat doorgeven aan Chiara. Zou erin staan? Is iets aan het gebeuren? Niet weer. Ja, dat moet iets zijn. Hè. Wat dat toen wel cool was, iedereen respecteerde het briefje hem wel. Ja. Dus niemand die... Dat werd doorgegeven en niemand keek, toch? Ja, allee, ik heb nooit gekeken in een briefje. Je had sommige roddeltantes, volgens mij, die wel zo... Ja, misschien wel. Hey, die heeft die of dat gezegd. Ja. Die. Heb jij ooit een briefje gestuurd dat gepakt is geweest door de leerkracht? Ja, ik denk het wel, maar ik zou me niet herinneren wat daarop zou staan. Wij deden dat ook tijdens toetsen en zo, wel met... Mijn antwoorden van vragen, dan sprak ik af mijn vrienden soms, als ik ook naast hun zat, zo van twee vingers is het tweede antwoord, of één vinger is dat, of... En dan was dat is al een heel systeem dat, was... dat je memoriseert echt... in plaats van gewoon je toets te leren. Morsecode bij elkaar, zo. Drie. Ja, dat is dan... het antwoord is een boom. Een boom. Een boom, ja. Ook van een moeilijke toets. Vrij regelmatig. Moeilijke toets. Ging over de bladeren en de takken. Je noemt ze zo de printjes met de woorden. Verbinden. Ja. Maar je was wel een speaker, dus. Ik was eerder de uitsteller van toetsen op een goed voorbedachte rademanier. Ja. Ik begon meestal, als ik een toets had waar ik niet voor had geleerd, begon ik al het lesuur daarvoor met te zeggen dat ik mij slecht voelde. En dan ging ik naar het secretariaat en dan ging ik tijdens de toets... Ja. Ik vond dat echt... Nu kan ik dat zeggen, want ik ben er weg. Maar ik zat op het Lemmens, dus middelbare school voor kunstonderwijs. En ik volgde een theateropleiding. En iedereen die daar zat, volgde bijna een theateropleiding. De helft van de school volgde een theateropleiding. En die van het secretariaat, ik hou van hun, maar die trapte in alles. Die geloofde alles. Terwijl ik, denk ik, als secretariaat zijnde op een theaterschool al wat rapper zou denken... Hier zitten wel wat foefelaars die het een en ander kunnen liegen. Maar elke keer als ik gewoon... Mevrouw, maar... Ik voel me echt niet goed. Ik heb straks toetsen. Ik denk echt niet dat ik mij ga kunnen focussen. Allee. Zou ik even mogen... Oh ja, tuurlijk. Doe maar. Maar de kunst is juist om niet te zeggen dat je toets had. Want dan lieten ze bij mij meestal toe. Ik heb heel veel toetsen gespendeerd in het ziekenbedje. Juist doordat ik niet echt zei van ik heb test. Het was echt gewoon van, ik voel me echt al sinds vanochtend slecht. Maar ik dacht, ik ga vandaag toch proberen. Het is nu het vierde lesuur en ik voel me echt heel slecht. En gewoon beginnen dutten. Ze zeiden van, maar je hebt straks toets, hè. Ik heb nog dat zo goed gestudeerd. Ik vind het echt jammer. Ik vind het echt jammer. Maar ook als je theater doet, is dat wel deel van je studie, van te proberen zo goed mogelijk te acteren dat je ziek bent en alles. Ja. Kun je dan zeggen? Ja. Het was bezig deel met van het proces. Ja. 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 Om constant liegen, het is voor mijn studie. Het afstuderen bij het diploma-uitrekening, zo een A4 vol. Dit zijn alle keren dat ik jullie gevoeld heb en dat ik niet ziek was. Nu, hoe zeg je knokken af? Ik heb al zoveel uitspraken gehoord. Knokken af, knokken af. Ja, er zijn zoveel discussies. Knok af. Er was zelfs een gegeven moment dat wij, of nog steeds eigenlijk, als cast niet goed wisten hoe het juist moest uitspreken. Dus jij weet het niet? Het laatste dat ik ervan weet, wat mij is uitgelegd geweest, is dat ze dus waren aan het twijfelen tussen... Knock-out? Knock-out. Echt? Of knock-off. Omdat van knock-off of knock-out, of ze hadden als KO op een gegeven moment ervan maken. Gewoon de twee hoofdletters. Het is allemaal maar een beetje een flitse uitleg voor uiteindelijk ook niet zo goed te weten. Ik denk, als ik me niet vergis, gewoon knock-off. 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 Knock-off.
knokken erin. Ja, ik vond het wel goed. Want ik zeg, ik herkende heel veel typetjes. Echt, ik ken een paar Alex bijvoorbeeld. Ik ken echt een paar. Ik ken van alle types ken ik er wel een paar opnoemen van in mijn omgeving. Het was vooral de angst daarvan dat ik zelf, ik was wel een paar keer in knokken geweest. Mm. Maar, zeker ook mijn personage, echt een stereotyp beeld van knokse gast, bij wijze van spreken. Ja. Mm. Dus ja, dat kon al Rob zo over het randje gaan of er te veel aan zijn. En toen las ik dat artikel in het laatste nieuws, denk ik. Ja. Dat ze de knokse jongeren waren gaan interviewen met de vraag van wat vinden jullie nu eigenlijk van de reeks? Slovak. Dus zelf op beeld zien. Ze zijn daar trots op. Ik ben van knokken heist, maar niet het zoete, niet het snop gedeelte. Dus ik ken er niet zo heel veel zo, maar die zijn er inderdaad kei trots op dat ze arrogante snops zijn. Ja, en echt imago, hè. Van €400 per avond dat we uitgaan. Insane, hè. Dat is gewoon de kaart van je papa meekrijgen en gewoon dingen doen. Exact, daar. Maar dat was zelfs op de première van Knokken, want de première was in het casino van Knokken. Dat was echt een prachtige locatie. Dat was echt een geweldige avond. Er waren ook veel mensen uit Knokken echt, en schepen van Knokken, en die met de hand komen schudden. Ik heb mijn jeugd op beeld gezien, niet zo accuraat. En die het allemaal ook cool vonden, die niet dachten van, schuldig. Maar er is niet, iedereen in Knokken is er echt positief over. Het zijn er zo een paar, zo van, ik vond dat het niet kunnen, maar... Ja. Iedereen heeft wel zoiets van, leuk. Job well done. Het is gewoon accuraat. Het enige dat we niet leuk vinden, is dat er geen enkele West-Vlamingen zijn. Er zitten er twee in, like de nanny die even kwam interviewen aan de politieagent, van, er is een melding van drugs. Maar voor de rest zo geen enkele West-Vlaming. Het is zo erg dat mensen echt beginnen denken dat Knokken in Antwerpen ligt. Onlangs deze week nog zei er iemand tegen ons, in Knokken, ben je van Brugge? Want jullie spreken zo West-Vlaams. Hoe bedoel je, ben je van Brugge? Dus ik denk dat gewoon dat Knokken zo het deeltje van Antwerpen is, om de hoek of zo, denk ik. Ja. Heb jij aan met het acting gedaan voor deze serie? Nee. Ik ben wel Alex ergens diep beneden moeten gaan graven. Oké. Ja. Dus deze heb jij niks aan? Nee. Wat is dat? Dit is bloemsuiker en knetterpoeder. Wat is de tweede? Dat zegt iedereen. Ja. Nee, dit is echt knetterpoeder. Moet jij proberen? Ja, ik wil wel eens proberen. Echt, hè? Dat is echt ook de manier waarop we dat nemen. Hè. Ja, knetterpoeder. Nee. Kids, don't do this at home. Kun je horen? Ah, shit, misschien is dat bij u wel. Moet jij bij u nog wat? Of? Ik vind dat wel lekker eigenlijk. Nee, ik ben goed, ik ben echt goed aan het gaan nu. Ik ben echt goed aan het gaan. Beter. Oh! Kort tot hier. ASMR. Gewoon heel de podcast is. Een ASMR-podcast aan het worden. Heel de reeks moesten wij dat ook, dat was ook allemaal met suiker. Dat was... Echt gewoon suiker gesnoven daar. Ja, dat was vitaminepoeder of zo. Hij moest echt snuiven. Ja. Dat was gezond. Als het niet nodig was op beeld, dan niet, maar... maar jij bleef dat gewoon doen. Over de vitamintjes. Binnen. De zakjes zijn op. Fuck, heeft nog iemand vitaminepoeder voor mij? Ik ben Willem. En ik ben verslaafd. En vitaminepoeder. Dag, Willem. Dag, Willem. Hallo. Dat betekent dus dat jij ook al is het geen echte kook, je hebt wel iets gesnoven. Ja. Meteen zo'n snief ook. Ik moest wel echt effectief, als het op beeld, als het dicht met de camera was, dan moest ik dat wel doen. Ja. Dat smaakte gewoon heel zoet. Ja. Zo'n zoete nasmaak, maar dat pikte ook gewoon in mijn neus. Dat was niet echt aangenaam. Niet voor herhaling vatbaar. Nee. Dus volgend seizoen... Heroïne. Met de spuit. Dat is gemakkelijk. We zijn hier alleen maar drugs aan het promoten. We moeten fruitsap aan het inspuiten. Inder, het wordt tijd dat we knippen, want... Maar ik dan nog wel over hebben, want we hebben nu over knock-out. Of knock-off, knock-out. Heb jij ooit aan boksen gedaan en zo? Nee. Nee, ik ben net voor corona begon met mijn toenmalige kotgenoot. We zijn eens twee lessen gaan thaiboksen in Gent, aan het Zuid. Super vermoeiend, mannenlief. En dan kwam corona en dan ging hij dicht en dan is er nooit meer van gekomen. Maar mijn tegenspeler Elijah, die doet ook wedstrijden en zo. Is fucking ripped. Die is echt zwaar gespeerd. Immens ripped. Maar ik weet nog dat Tom echt ook, voordat we gingen draaien, op een moment zei tegelijk, Elijah, stop even mij trainen, want je moet ook nog, de mensen moeten nog het gevoel krijgen dat ze nog moeten twijfelen tussen Daan en Alex. Maar als je helemaal ripped bent, dan kiest iedereen voor Daan. Maar dat is echt ongelooflijk. Ik denk dat die is nu ook aan het trainen. Ik denk dat hij in november een gevecht terug heeft. Dat is echt crazy. Ik heb hem gestuurd, by the way, voor deze podcast. Geghost. Ik zal hem sturen. Ik zal hem sturen dat hij dat zeker moet doen. Ja, en ik denk dat hem ook, want ik had hem nog gestuurd en dan zei ik dat hij echt elk festival ooit aan toe was in Nederland of zo. Ja, dus, ja.
Ik denk dat hij wel aan het genieten is van de zomer. Ja, maar terecht. Terecht, ja. Waarom de fuck zou je in deze warm kot zitten op een zomerdag? Dag. Voor de drank en de drugs. Dan. Ah! Ah, juist, Nu zijn we er. Komt jij eigenlijk uit Antwerpen? Nee, ik ben eigenlijk van Leuven. Van Leuven. Van Kisselui. Maar je bent dus al wel in contact gekomen met mensen zowel uit Antwerpen als Knokke. Ja. Wie zou je zeggen dat er een dikkere nek heeft? Knokke of Antwerpen? Oef. Maar dat vind ik een moeilijke vraag, omdat ik nu zou zeggen... Ik vind dat geen moeilijke vraag. Ja, maar ik weet het antwoord. Ik denk dat ik Antwerpen zou zeggen, omdat ik denk dat wat ik hoor van Knokke vooral voornamelijk ego van de Antwerpse knokkers zijn. Oké, de Knokkers. De Knokkers. In ieder geval, je moet daar ook niet op antwoorden, want we gaan hier meten. Meten? Wij hebben een Antwerpenaar en iemand uit Knokke, een knokker, hier. Dus Jitze, komt jij van het naar hier anders? Wat denk je? Dat vind ik wel goed. Wat denk je? Ik denk dat jij wel verliezen. Ook even voor het heel de nuance te brengen bij Van Duinberg. Oké, dus je bent eigenlijk een fake knokker. Maar ja, ik zit wel meestal een knokker. Oké. Dus meten we de ademsappel mee of niet? Grote ademsappel. Ja, dat is al anders als bij u. Ik denk dat we die gewoon mee moeten pakken, toch? Oké, wacht, hè. Hier, hij is al centimeters aan het schelen. Ja, inderdaad. Ben ik... En hoeveel zit ik? 40. Ja, 40. 40 centimeter? Ja. 40 centimeter. Of ja, 39,5, 40. Ik ga de adem dan weer pakken, is dat goed? Ja, hoor. Maar niet... Ik ben bang dat vast is. Nee, daar heb je. Je hebt ook 39. Oh, echt? Wacht, ik heb 40. 39,5, 40. Nee, ik denk toch een dikkere nek. Dikke nek. Hij wil het ook. Dikke nek. Ik denk toch dat ik een dikkere nek heb. Ik ben zoals een van de knokken, jongeren. Ik vind dat fucking cool. Hier, is er nog een shotje bloeker? Hier, zoals de echte knokkenboys. Als straf. Dikke nek. Wat een straf, hè, zeg. Oh, arme jij. Ik drink echt meer alcohol als joke op deze podcast. En niet echt. Bro, ik wil heel zo praten. Super leuk. Hij was Vlaming, zijn al zo verstaanbaar. Dus super microfoon, ja. Maar wel tequila van. Dat klinkt super marginaal. Maar ik ben echt niet zo moeilijk op vlak van... Voor mij is dat allemaal hetzelfde. Als er alcohol in zit. Doe maar. Zolang dat maar alcohol is... Er zijn een paar dingen wel. Dat ik echt, bijvoorbeeld Aperol lust ik echt oh, jawel. Vind ik echt... Want dat is echt wel zo'n zomerdrankje. Zo. Mm. Op een terras in Knokke. Ja. Aperol vind ik ook heel smerig. By the way. Aperol vind ik wel dat zit voor mij op de blacklist. Sowieso. Oh. Heb jij een blacklist voor alcohol of is het echt gewoon eender? Eigenlijk ben ik ook niet zo fan van rode wijn. Nee. Zoiets dat je moet leren drinken, maar iedereen zegt ja, alcohol is slecht voor je, maar je moet echt leren wijn drinken. Ja, maar zit er wel veel antioxidanten in, natuurlijk. Want ik vrij radicaal niet leg van. Ja, nee, ik snap niet zo goed. Allee, ik ga echt heel wijncommunity achter mij krijgen, maar rode wijn, waarom dat warm gedronken moet worden. Dan voel ik me op een camping van een festival. Of. Ja. Ik drink graag gewoon iets fris. Ik denk dat is. Hebben wij nog iets fris, knokkenachtig voor Willem vandaag? Want we hebben nu al shotjes gedaan, maar jij zegt, ik wil liever iets fris. De angst dat ik al gezien heb in zijn ogen. Ja, maar ik heb al, om de vier minuten was ik al zo, maar in mijn oog ook, zag ik daar al zoiets staan en ik dacht al, ja. Oh, wauw. Oh, ja. Ik weet niet eens of het dat mag binnen hier. In ieder geval, hier is de volledige knokkenervaring. Eigenlijk zou je dat in je mond moeten steken. Kunnen we... Je raakt er zelfs af. Heb je een rookalarm? Ja, hier. Ik heb een rookalarm, ja. Yes, sir. Let's go. Let's go. Dat is echt knokken. Alexander in the house. En, hoe voelt dat? Ja, dat is een goede sigaar. Wauw. Oh ja, oké. Nu blazen. Of, gooi maar in het ijs hier. Gooi. Oké, wauw. Dus, voilà. Snap je dat je daarvoor 50 euro aan je papa zou vragen? Nee? Ja, het is wel een ervaring. Het is tof, hè. Het is tof, hè. Hebben we dat ook weer gehad? Ik weet niet of ik het al duidelijk genoeg gezegd heb, maar flessen zetten in een club met het geld van je ouders is dom. Weet wat niet dom is? Water drinken. En als je dan toch water drinkt, gebruik AirUp, want zij zijn de sponsor van deze aflevering. Al een paar afleveringen ondertussen, maar de code GOSSIP15 vervalt na deze week. En dan krijgen we er wel een nieuwe, maar dat is voor minder korting. Dus als je nog een AirUp zou willen, gebruik GOSSIP15 op air-up. En drink water in plaats van frisdrank. Want Veuve Clicquot is heel duur, maar frisdrank is eigenlijk ook een pak duurder dan gewoon water dat je een smaakje geeft door AirUp. AirUp heeft deze pots die een bepaalde smaak geven aan uw water door geur. Ik heb het al 100 keer gezegd, maar mijn neus is best wel fucked up. Ik heb niet hetzelfde effect als veel van mijn vrienden, maar ik drink wel veel meer water door een fles als deze in de buurt te hebben. En dat is uiteindelijk ook positief. In ieder geval, drink water in plaats van frisdrank en drink het met AirUp. Gossip 15 voor de laatste week, volgende week, heb je minder korting. Dus je gaat het nu pakken. Oké, terug naar de podcast. Die is trouwens voor u. Oh. Het is een echte Veuve Clicquot, by the way. Dus dat is echt... Wow. Dat is de knokkenfles. Ja, voor u is alcohol, ik weet het.
Maar je dacht, we gaan nu geen niet meer, hoor. Ja, maar nee, dat is een verschil. Hè. Voor mij is het misschien alcohol dat ik gewoon ben om elk festival Cara Rouge te drinken. Gewoon de basic dingen. Dat kan wel smaken, hoor. Als je deze binnen kunt krijgen op de camping, ga je wel je vrienden heel blij maken. Ja, dat denk ik ook. Amai, dat is echt hier. Wow, dat stinkt. Nu ruikt het echt. Ik zou dat liefst nu samen opdrinken, natuurlijk. We kunnen drinken als jij wilt. We zullen een fles poppen. Hè. Ik laat de overschotten hier, die van jullie. Wilt jij een poppen of gaan we iemand hier... Ja, wel, omdat jij de knokse nek hebt... Omdat ik de dikste nek. Dikke nek. Hé, dikke nek. Hé, laat nog wat plaats over voor ons, hè, man. Aangespoelde snap. Straks hebben we sowieso een foto nodig, dat we zo staan met de fles en al bij zo'n ding in onze bek hebben. Hoeveel hebben we hier aan uitgegeven? €50 voor een flesje. What the fuck? Dat we flessen zet. Oh. Dat was alles behalve stil. Het gaat niet om het stil, het gaat om het subtiel met de hand. Ja, je moet geen schaam. Dat is al iets. Want dat is ook in mijn mond. Er zijn niet... Je had die mond mogen open doen, ze. Nee. Maar een klein tasje is... Oeh, laat maar. Oké, we zijn er geraakt. Dat is echt een slechte... Je broek ook. Hè? Precies in je broek geplast. Mijn broek zit vol. Ik zweer het, ik heb echt niet mijn broek gepist. Ik zweer het, please, geloof me. Hier, dit is inderdaad wel een goed tafeltje voor de promo. Ik heb het al heel veel gehad over knock-out. De reden dat ik dat blijf zeggen, is omdat ik een cadeautje heb voor u. Wat zeg, dat zijn al genoeg cadeaus, hè? Het is alles behalve het laatste cadeau. Ik heb er nog een paar voor u. Maar ja. In ieder geval, deze is voor u. Oh, dat is de max. Dat is echt de max. Dat is knock-out. Oh. Speciaal voor u. Oh, dit is... Cool. Ik ben echt niet aan het faken. Ik geloof het. Wil we dat spelen? Ja, oh. Ja, zo snel. Anders doen we dat ik tel, like zo bij Mafia. Ja, en als ik een cijfer oversla, dan moet je drukken. Als het niet in het rijtje past, dan moet je slaan. Oké. 1, 2, 3, 4, 7. Oeh, dat was clean. Echt gewoon geblokt. Amai. Instant. We doen als je blokt, dan mocht je een vrije slag doen. Vrije slag. Juppa. 476. Maar ik mag slaan. Jij mag slaan. 477. 478. 474. Oh shit. Dat was heel moeilijk om te tellen. Ik was aan het denken, wat komt er dan nou? Wat komt er nou? Ik was ook aan het denken. Ja. 74, komt er natuurlijk na. Maar ik wil gewoon één keer uw hoofd eraf doen. Op dit spel. 3, 4, 5, 8. Wat? Wat? Hoe kan dit? Hoe staat uw hoofd op from uw... steel. He's damn, too strong. Uw nek is in ieder geval dikker dan die van mij in dit spel. In dit spel. Anyway, dit is all yours. Ik heb straks nog een cadeautje voor u. Oh nee, Ender, ik kan dat niet aan. Hè. Dat is al veel te veel. En die fles is al veel te veel. Veel te lief. Merci. Dat is geen enkel probleem. Maar eerst moeten we iets doen wat ook iedereen thuis, iedereen van jullie die aan het kijken is, eigenlijk mee zou kunnen doen. Want de club in Knokke-Off heet de Crazy Lulu. Mm-hmm. Heb je die zelf verzonnen? Nee. Hoe zou jij uw club noemen? Dat is echt moeilijk, hè, want ik heb al rap zo'n flitse naam. Want de Crazy Lulu op zich, wat erachter zit, ik weet niet of jullie weten wat erachter zit, van waar de naam komt. Maar Crazy Lulu komt eigenlijk, dat Alex, zo gezegd, dat gebaseerd heeft op Louise, die crazy is. Dat is zo fucked up, hè. Ja, dat is wel ongevoelig tegenover mensen met mentale problemen. Dat is sowieso tegenover je vriendin heel ongevoelig. Maar ik denk dat Alex ook best ongevoelig is. Ja, dus. Een gevoelige jongen zal het niet zijn. Goeie gast. Goeie jongen. Zo lieve jongen. Maar je hebt dus geen idee van hoe je die van u zou noemen? Nee. Geen enkel probleem, want wij hebben een... Wat is uw clubnaam, generator? Wat is uw geboortedag? 3 november 2001. Dus 3, dat betekent Spunky. 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 November, Spunky Jinx. Spunky Jinx. Dat is een Spunky Jinx. Dat is een Spunky Jinx vanavond. Ik zou er wel een keer een flesje vijf gaan zijn. Wat is uw geboortedag? 30 maart. 30 maart, dus dan ben jij Breezy. Oeh. Right. Breezy Lulu. De Breezy Lulu. De Breezy Lulu. Ik klink wel heel veel als Crazy. Ik ga aangeklaagd worden door Alex en ik heb niet de advocatenkracht als Alex. Ja. Die wordt direct gesloten. Ik wil niks zeggen, maar... Dan die van mij zou zijn de Silly Ziggy. Eeuw. Dat klinkt een beetje... Dat klinkt als een club waar ik nooit naartoe zou gaan. Dat klinkt als een attractie in de Efteling. Daar gaat het plebs naartoe. In ieder geval, ik zal hier ergens... Of whatever, de generator of het ding zetten, zodat jullie ook jullie eigen clubnaam kunnen zoeken. Drop het anders gewoon in de comments, ik wil zien wat dat jullie krijgen. Als jij op een groepsfoto staat, ben jij degene die van voor staat? Ben jij degene die in het midden staat? En vooral, wat doe jij wanneer ze zeggen, en nu een zotte? Kijk.
Ik heb zo'n voorgevoel naar welke foto we op weg aan het zijn gaan. Ik ga beroep doen op mijn... Godverdomme, nou. Dat was op de première en we gingen een foto maken met iedereen. En er werd gezegd, en nu een zotte. En ik dacht, iedereen doet toch zot. En iedereen zat er kei normaal op. En ik zat er echt op. Helemaal zo. We hebben een hele goede foto van u. Oh. Waar dat iedereen heel lief aan het lachen is. En jij staat er net iets anders. En nu een zotte. Nu een leuke foto. Je hebt dat heel goed gedaan. Mag ik dat zeggen? Ja? Nee, ik ben wel meestal, als je dan vraagt, waar inderdaad wel ook degene die zich opoffert om op zijn knie, of zo, ja, op één knie van voor te gaan zitten. Omdat de meeste mensen zo... Dat is altijd bij een groepsfoto. Dan gaat iedereen zo naast elkaar en hij is zo wachten. Zo van, ja. Wie gaat de stap inderdaad. Om, want, ja. Het is te breed, hè, jongens. We zijn sowieso met te veel. Iemand gaat van voren moeten zitten. Iemand gaat van voren zitten. Ja. Dat was jij, hè. Dat is ook meestal... Allee, dat is wel vaak bij vrienden. Ik ben heel lang heel klein geweest. Mm-hmm. Echt tot mijn 17 of zo. En dan heb ik opeens gigantische groeispurt gekregen. Echt op 1 jaar tijd. Opeens gigantisch veel gegroeid. Ik ben nu groter dan redelijk wel van mijn vrienden. Maar die hebben nog altijd het idee van... Dat is die kleine Willem. Ah ja, dat is bij ons Maarten. Die is ook klein nog steeds. Die is groter dan ik, maar die is nog steeds kleine Maarten. Iedereen heeft zo nog altijd, omdat dat idee daar is van ja, was altijd zo kijken naar mij en nu zei ik, moeten die omhoog kijken, ook niet, maar... Jij bent groot. Ik ben wel groot. Wow, dat is bij u gebeurd. Ja, iedereen ziet mij denk ik wel nog zo als kleine Willem of zo, maar... Heb je ooit gedacht dat jij niet meer zou groeien op je 17? Als je op je 17 nog kleine Willem waard. Ja, ik had het wel op een gegeven moment had ik het wel opgegeven. Ik dacht van ja, oké. Okay. Kijk, so be it, we leven ermee. En Short King. Dat is. Short King. Maar ik vond het gewoon. Ja, ik vond dat zo. Ja, maar ik vond het vooral pijnlijk omdat als ik verliefd was op iemand, was altijd. Die vonden mij gewoon schattig. Ah. Ja. Dat is echt het stomste wat er is. Hè. Als je iemand graag hebt of zo. Wel zo aantrekking voelt dat iemand zo van, oh, dat is wel een toffe. En dan zo, oh, maar je zit zo schattig. Ja. Als jij zegt van, amai, als je op die story reageert, wow, je bent zo knap. En die zeggen, haha, dank u. Oké. Domper. Ik had echt het gevoel dat iedereen zo met zijn of haar liefdesproblemen bij mij kwam. En ik was zo de persoon om zo mee over te babbelen. En dan zo, merci voor de raad. En dan weer weg. Dan werd ik zo, maar ik zie u ook eigenlijk graag. Ik wou er meer gasten zoals u waren, waar ik mee samen kon zijn. Zo, bro, met mij? Nee, je bent wel gewoon schattig. Ik ben gewoon schattig, ja. Je was de best friend, waar dat dan alle de best friend. Ja, ik was gewoon een schattige jongen. Daar bleef het bij. En nu ben je stoer. En nu ben ik super stoer. Baard in de keel. Het heeft lang geduurd ook dat je baard in de keel had. Ja, dat heeft... Ook op je 17. Dus jij bent in die zomer 10 jaar ouder geworden. Dat is heel jammer dat ik dat niet meer heb. Maar ik heb mijn voicemail veranderd. Maar mijn voicemail was echt tot een jaar terug. Hallo, dit is Willem. Ik ben er nu even niet. Zo iets superhoge stem. Kinderstemmetje. Ja. Ik heb soms nooit het gevoel dat ik de baard in de keel heb, omdat mijn stem vaak overslaat. Maar, nee. Dat je nog in die fase zit. Ja. Dat moet gebeuren. Eindelijk aan het puren. Nee, heb je ooit zo want dat is een periode dat veel van mijn vrienden ook zo grappige voicemails maakten. Is uw voicemail ooit grappig geweest? Of had je ooit nee, dat niet. Maar ik heb veel vrienden die dan al zo... Ja, hallo? Hey, ça va? Jij ook? Ja, ik ook. Oh, dat is echt super lang. Dat is echt een klootzak. En ik strap er elke keer in. Ça va met u? Ja, met mij, oké. Okay. En dan piep. Nee. Maar de voicemail dat je dan krijgt, is wel altijd super grappig. Ja. Godverdomme, het is zwaar! Maar dat was het ding. Ik had die nog... Ik heb hem niet veranderd, maar die is gewoon de weg gegaan op een bepaald punt. Maar ik heb heel lang gehad nog van... Hey, ça va? Hey, mijn inner, alles goed? Ja, met mij ook. Ik ben er wel niet, dus spreek hem richting na de toon. En ik heb echt mensen gehad die aan het vloeken waren. Maar ook in een periode dat ik al echt 90% van de telefoontjes dat ik deed, waren voor samenwerkingen of zo. Ik naar mensen mijn telefoonnummer had doorgestuurd. En het de eerste keer dat die contact hebben met mij, dat is. Dus niet ideaal. Hier op je kap. Godverdomme, is ook daarom dat ik mijn voicemail heb veranderd. Omdat ik soms als productie of zo mij belde. Ik vond kei onprofessioneel. Hallo, dit is Willem. Ja. Dus ik dacht zo, oh shit, ik had er helemaal niet bij stilgestaan, maar elke keer als iemand mij belt, is dat nog altijd die stem. Zoals mensen zo, of mij belden om zoiets te vragen, zo op een professionele manier, dan dacht ik, oh jezus, die mijn voicemail gehoord. Die gaan ook echt denken, wat voor een is dat? Allee, maar bon. Wat is het nu? Ik heb het gevoel dat niet meer gedaan wordt. Ik heb ook heel lang al geen voicemail meer gehad. Nee. Van mijn mama wel, laatst. Maar dan, als ik zie dat er een voicemail van 50 seconden is, dan bel ik gewoon terug. En denk van, ja, maar wat dat jouw ding nu is, als mensen niet bellen? Of heb je nu ook niks ingesproken? Ik weet niet. Spraakberichten vind ik heel chill. Voicemails net iets minder, omdat ik geen controle heb. Op het moment dat begint met opnemen, je kunt dat niet verwijderen. Ja.
En ook, hoe sluit je dat af? Hoe sluit je een voicemail af? Bye. Bye. Allee, bye. Dag, hè. Tot dag. Straks. Bel me terug, hè. Geef mijn nummer, hè. Allee, ja, want we hebben net gebeld. Allee, ik bedoel, dag, hè. Dag, yo. Fuck. Allee, ik doe hallo. Jij legt eerst af. Nee, jij. Allee, jij legt af. Dat is nogal funny, dan. Ben je klaar voor je laatste cadeautje? Ik ben nooit klaar voor cadeaus, dus. Dus je hebt je veuf, je hebt laat je... Laat het komen. Knockout. Je mocht de Blue Curaçao van mij volledig meepakken, want er gaat hier niks mee gebeuren. Het wordt een toffe zondagavond. Met de mama gewoon, hè. Met de mama. Nou, terugbellen. Mama. Mama, ik heb keigoed nieuws. Keigoed nieuws. We gaan hard gaan. Aangezien we hier toch bezig zijn geweest over zoveel zotte foto's, over knockout en zo, dacht ik toch nog eens even één laatste cadeautje te geven. Wow, dat is echt, ik ben heel blij dat ik dat Ik vind dat echt keileuk. Ik vind dat echt de max. Ik koop dat eigenlijk bijna nooit. Voor alles op de maar foto's. Maar ik vind dat keitof. Ja. En het ding is, mijn vriendin heeft dat dan meestal. Ja, die vindt dat niet zo leuk als ik dat dan opgebruik. Die wil dat dan zo voor cruciale momenten gebruiken. Maar ik vind dat zo leuk om van alles zo wat foto's te doen. Dus echt, dikke merci. Ja. No worries, man. Echt. Voor de audio-only luisteraars, de wegwerpcamera. Exact. Dat is, yo, voor mij is dat perfect voor de zomer gewoon. Er zijn zoveel momenten dat dat... Dat is echt zo handig om gewoon voor een festival of ergens op vakantie mee te nemen. Ja. Dat heeft nog zoiets authentiek. Zonder dat je moet het moment zo niet echt onderbreken. Ja. Je kunt gewoon zwaar. Snel fotootje en je gaat verder met je dag. Het is geen fotoshoot. Je kunt niet kijken wat het resultaat is, dus dat moet één keer. Ja, het is niet... En je gaat er ook geen 10 nemen, omdat je weet, het is één keer en dan gaan we weer verder. En hopelijk komt het er goed uit. Ja. Ben je zo de persoon die elke keer de mop maakt van... Maakt het zin? Jij sowieso. Ik wel. Mag eens kijken. Maar de foto's van een wegwerpcamera hebben ook instant charme. Ja. Je kan een foto trekken van een sok op de grond en dan is instant karakter en verhaal. Ik vind het echt jammer, want ik ben dus bij 2 maanden naar Bali geweest gaan reizen. Het eerste semester met mijn broer, eigenlijk met ons twee. Heel jammer dat ik er zo geen heb meegenomen. Ik heb nu wel foto's daarvan. Dat is allemaal, het is mooi, hè, met de iPhone. Maar... Ja. De Samsung Galaxy S23 Plus als ambassadeur, moet ik daar even zeggen. Ja. Die dus. Die is veel beter. Die heb ik ook. Net van hem gekregen. Dat krijg je altijd als je hier op de podcast komt. Ja. Dat is nog een cadeau, maar dat is achter de schermen. Ik wil er niet mee opscheppen. Je moet hier naar huis gaan met de bestelwagen om alles mee te pakken. Jits, heb jij nog vragen voor Willem? Ik heb nog één dilemma. Alleen één debat waar ik met mijn vriend heel heftig over aan het debatteren ben. Okay. Het heeft ook met zeetje te maken. Als je in de zee gaat plassen, doe je je broek af of plas je je broek in de zee? Ik doe wel een beetje naar beneden. Eruit halen, hè? Ja, sowieso. Ja, maar een beetje naar beneden, van volledig uit? Of... Het is zelfs dat je bij een urinoir staat. Ja, dus ik draai me naar de dijk, zodat de stroming het weg doet. Ah, dat doe ik wel niet eens. Ik ga gewoon zo wat hoeveren. Maar je staat wel, want ik zwem meestal ver genoeg dat ik niet meer kan staan. Ja. En dan doe ik het daar. Maar dat is heel ver. Daar. Dat is heel veel sport. Dat ik ook zo'n beetje kan hoeveren. Zo gewoon. Dat je gewoon aan het drijven bent, praktisch. En dat ondertussen... Maar ik ben dus de enige van al mijn vrienden die dat doet. Die plassen allemaal gewoon in hun broek. En dan denk ik, ja, maar ik plas gewoon in je broek. Maar zolang dat bij plassen blijft, vind ik het oké. Okay. Ja. Ook waar. Er zijn mensen die het andere doen. En heb je ooit geprobeerd om te kijken in de zee? Ik voel mij te bekeken dan. Ik moet dan wel, maar dan loop ik wel helemaal terug. Dan moet ik helemaal teruglopen naar strand. Mm-hmm. Maar, en dan moet je ook wel actief vegen met je hand. Voor iedereen die het niet zou gedaan hebben, één ding dat ik wil meegeven, dat drijft. Hè. Maar soms, hè, als je het doet, dan van je voeding. Vanaf wat hij heet net misschien. Het is niet de bedoeling dat als de dichtheid van je voeding... Dat betekent dat je te weinig vezels hebt gegeten of zo. Het is niet de bedoeling dat je de kijk drijft. Waar zijn we eigenlijk? Op dezelfde manier dat het niet blauw moet zijn. Gossip guy. Drugs, drank, kak en pies. We gaan nu allemaal naar knokken gaan kakken in de zee. Vandaag zien we dat er genoeg vezels heeft. Vandaag was inderdaad wel een extreme. We hebben nog serieuze dingen waar we over willen praten. Nee, economie. Economie, huizenmarkt. Ik ben wel aan het hopen dat de huizenmarkt echt gewoon crasht. Ik kan echt niet wachten. Misschien kan ik dan iets kopen of huren ooit. Voorlopig zit er niet in hier in Antwerpen. Het is zo duur, maar zelfs als je kijkt, maar ik ben opnieuw op zoek naar een kot in Gent. Kot nog steeds? Studeert je nog? Ja, ik ga volgend jaar mijn bachelor afmaken. Ik heb eigenlijk een tussenjaar genomen omdat het wat druk was. Uh-huh. Wat druk? Je doet alle series in België. Het was een beetje druk. Ja, ik wil het wel graag afmaken omdat ik eraan begonnen ben ook. Ja. Maar ik ben dus op zoek naar een kot. Of als ik mij kan domiciliëren, maar dat zijn allemaal regels ook. Van... In Gent mocht je niet domiciliëren zolang dat je student bent, denk ik. Dus dat gaat ook niet. Dus ik ben op zoek naar een kot. Mensen die weggaan uit hun kot. Ik ben met een andere vriend op zoek naar een kot. Je mag mij altijd contacteren. Ik denk dat jij veel aanvragen gaat krijgen. Kom mee. Dat was misschien niet het slimste idee. Ik denk dat jij
elke nacht op een ander kot kunt slapen dan als je die oproep nu echt in de podcast doet. Met ontbijt, met lunch. Hey, maar er zijn mensen die dat doen, die op reis vertrekken en geen verblijfplaats boeken. Mm. En gewoon tinderen. Ik heb dat ook wel... Allee, niet tinderen, maar ik heb ook wel... Want ik ben naar Bali geweest dan 2 maanden, maar we hebben niks op voorhand gepland. Dus niks geboekt, geen hotels. Ook niet waar we naartoe gingen. Gewoon gezegd, we gaan naar Bali en we zien wel. En gewoon echt, dan toegekomen op de luchthaven in Denpasar. Met mijn broers dan kijken op Airbnb. Oké, pakken we dat, het goedkoopste prijs. Zit er naar dan naar daar gereden. Mm. 2-3 dagen daar, de laatste dag daar. Oké, we moeten op zoek gaan naar het volgende. En gewoon zo. Het was echt de mooiste reis van mijn leven geweest. En zoveel meegemaakt. En het was echt crazy. Het was zo'n ervaring om even alles los te laten. Ook omdat ik net na de zomer mijn knokken dan heelde. Ik had mijn laatste draaidag 9 oktober en 10 oktober ben ik voor 2 maanden vertrokken. Wow. Dus dat was ook wel heftig om meteen weg te zijn en alles hier ook achter te laten. En ik had ook weinig tijd thuis gehad met mijn ouders en mijn gezin en mijn vriendin en mijn vrienden en wie is dat allemaal. Dus dat was wel pittig, maar ik denk ook omdat je daar straks vroeg van waardoor dat komt dat ik open ben gebloeid. Dat ook wel echt door die reis komt. Het is echt, ik weet het, een cliché om te zeggen, je gaat op reis en je komt als een ander mens terug. Maar toch, ergens komt je wel met toch een andere versie van jezelf als je terug. Maar dat is gewoon omdat je ervaringen opdoet en je maakt dingen mee. En ik denk dat elke ervaring, net zoals dit gesprek, verandert mij ook. Je zit constant als mens, vind ik, in verandering. En elk ding dat je doet, elke persoon dat je tegenkomt, elk gesprek dat je aangaat, elke teleurstelling, elke tegenslag, ook de negatieve dingen. Je moet dan denk ik proberen in je hoofd, hoe moeilijk dat ook is, en ik weet dat dat makkelijker gezegd is dan gedaan, maar proberen omdraaien naar iets. Oké, dit is een fase waar ik door moet, of dit is een les die ik aan het leren ben, of het is het leven dat even tegen mijn kop aan het kloppen. Ik vind dat een prachtige zin in de reeks. Niet een scène van mezelf, maar tussen Louise en haar zus, waarin de zus tegen haar zegt, van, soms voelt het gewoon even alsof je zo'n molleke bent en dat het leven met een hamer op je kop aan het kloppen is. En soms voelt dat gewoon ook even zo en is alles gewoon even kak. Gewoon. Echt kak. Mm-hmm. En ik ben heel blij inderdaad, dat we het er ook al over gehad. Kijk naar de festivals nu, artiesten die mentale gezondheid bespreekbaar beginnen maken, ook op podium en er een stem voor beginnen maken. En ik denk, het medium is er, dus waarom er de aandacht niet voor geven? Want er is, dat klinkt echt zo cliché, maar zoveel om voor te vechten en voor te blijven gaan. Al is het, zoals ik daar straks zei, dat ik altijd hoop mijn reeks of mijn rol of mijn iets, al is het één iemand te kunnen helpen, zo zet jij ook... Sowieso zet jij voor één iemand anders dat ook. Er is altijd wel één iemand. En laat het dan, al is het die ene persoon, die persoon zijn. Want zonder u heeft die ene persoon dat niet. En die heeft dat dan niet. En die. En het is een cirkel. Dus we zijn er samen allemaal. Dus we moeten er voor elkaar zorgen, denk ik. Beautiful. Ja. Mooi, man. Groot gelijk. We moeten gewoon champagne dat al in woorden komen. Je wist er zo één snop in knop en je denkt, yes. Ik voel me gezien door Alexander. Ja, het is oké om coke te doen. Ik denk dat we gewoon eens naar Bali moeten. Dat wij ook gewoon als beter mensen thuis komen. De eerste 3 weken daar, ik denk dat bijna elke dag heb gehuild omdat ik naar huis wou. Omdat ik dacht, wat doe ik hier? Allee, echt even dat ik dacht, wat doe ik hier? Iedereen is thuis. Ik heb net heel de zomer opgenomen. Ik heb bijna niemand gezien. Ik was er wel met mijn broer en... Dat was echt een super fijne ervaring, maar dat staat er los van. Maar ik was echt in het begin van, waarom ben ik zo ver weggegaan? En voor zo lang, ik ben 2 maanden weg. Ik ben ook niet van plan om terug te gaan. Maar ik denk juist daarom, of om door even... Ja, ze zeggen dat altijd, hè, als je iets niet hebt, begin je pas te beseffen hoe hard dat je iets mist. En ik denk door even weg te zijn, dat ik ben gaan beseffen hoe belangrijk de mensen rondom mij zijn thuis, ook gewoon voor de rollen die ik speel. Ik zou nooit Alex zo vertolkt kunnen hebben en de complimenten die ik er misschien over krijg, kunnen gekregen hebben zonder die mensen rond mij te gehad hebben. Met de vrienden die ik heb, iedereen heeft die vrienden. En dat is zo belangrijk. Mm. Ik wil echt zo graag gewoon, wat er ook gebeurt, je moet blijven beseffen waar je komt. Gewoon. De mensen die je hebben gemaakt tot de persoon dat je bent, nu, op de dag van vandaag, die moet je blijven koesteren, want zonder hun was ik echt niet op die manier in die reeks verschenen. Had ik die reeks niet gehad zonder die persoon. Het is logisch, want ik heb mij ook heel vaak eenzaam gevoeld. En het is heel makkelijk. Je kunt je zelfs eenzaam voelen in groep eigenlijk. Mm-hmm. Maar toch proberen die knop om te draaien. We hebben elkaar nodig. Je bent ook echt niet alleen. Je wordt ook gevormd door wie je rond je zit. Je kunt niet alleen zelf bepalen hoe dat leven loopt of zo. Dus je moet daarop anticiperen of zo. En
dat meenemen. De meeste van mijn beste vrienden hebben niks te maken met een artistiek iets. Mm-hmm. Of doen niks in de sector of doen niks daarmee. En ik vind dat zalig om thuis te komen en met die mannen daarover te babbelen. En die allemaal, oh, en hoe gaat het dan in zijn werk? En hoe gaat dat? En daar zo wat luchtig over te kunnen babbelen. Krijg je er dan voor betaald? En hoe gaat dat dan in zijn werk, zo intieme scène? En zo. Dat je even vanuit een ander perspectief kan bekijken, uit te leggen aan iemand die het niet... Oh, ja, en daardoor maakt het de dingen ook zo luchtig en kan ik erover ventileren. En als ik dat niet had en als ik constant... Daarom ook, ik heb het al nu 3-4 keer benoemd, maar ik heb een vriendin en die doet ook niks in de sector. Mm-hmm. En ik vind dat zalig. Ik vind dat echt zalig. Die steunt mij door dik en dun en die vindt dat fantastisch, alles wat ik doe. En ik ben daar eeuwig, eeuwig dankbaar voor, want die steunt mij keihard. En je zou kunnen denken van, ja maar je moet wel kussen met een andere meisje in die reeks. En is dat dan niet... Maar die gaat daar echt super goed mee om en die zegt, ja, dat is uw werk en dat is ook gewoon mijn werk. Mm-hmm. En ik vind dat gewoon heel frappant hoe mensen soms denken dat de realiteit is of zo. Ja, het is nice dat je dat hebt. Bij mij is het gelijkaardig. Een groep gasten die geen hol geven om wat je doet. Een vriendin die ook gewoon een andere job heeft, maar wel supportive kan zijn. Dus dat is Want anders is het niet moeilijk om te beginnen zweven, volgens mij. Inderdaad. Inderdaad. In een bepaalde andere omgeving. Ja, absoluut. Ik vind het heel leuk dat wij van de lachende vraag kunnen we ook over iets serieus praten als de huizenmarkt. Toch echt serieus gepraat. Inderdaad. I like that. Ja, nog een laatste boodschap. Nou, als we toch in de serieuze vibe zijn, ergens dan nog mee serieus eindigen. Okay. Ik heb dat misschien al eens gezegd. Ik denk dat ik exact hetzelfde... Ik heb dat vorige keer ook gezegd, maar dat blijft... Je moet dat herhalen. Ik ga dat nog eens zeggen, want dat blijft echt... Eigenlijk is dat mijn mantra. Al zeg ik het tegen mezelf, ik wil het nog eens zeggen, want het is echt zo belangrijk. Iedereen bewandelt zijn eigen pad en iedereen moet gewoon zijn eigen stapschoenen aantrekken. En hoe hoog en hoe laag en hoe links en hoe rechts en hoe gravel en grond en brakke grond of recht pad het ook is, trek je schoenen aan en bewandel het gewoon op uw manier, op uw tempo. Je moet niks overhaasten en alles valt wel in zijn plooi op zijn tijd, ook al lijkt dat niet altijd zo. Want ik heb ook niet altijd het gevoel gehad dat dat goed ging gaan. Ik heb me ook wekenlang kut gevoeld over dingen en gedacht van, putain, wanneer stopt dit eindelijk? En ik voel me zo slecht. Maar er is echt, ook al gelooft het misschien, maar altijd wel iets dat u weer dat sprankeltje zal geven en uw glimlach al is het 1 per dag. Er is een weg die je gaat bewandelen. En die weg gaat bochten hebben, gaat heuvels hebben, gaat dalen hebben, gaat alles hebben. Misschien is dat wel een grindpad, misschien zijn dat kasseien waarover je dat struikelt. Maar het is stom te zeggen, maar ik zou zeggen, trek je beste stapschoenen aan en bewandel dat pad gewoon zo goed mogelijk. En probeer gewoon volledig met volle vreugde en euforie in het leven te staan, want je zei het 100% waard. Als het een kutdag is, dan is het een kutdag. En ga slapen en de volgende dag een nieuwe dag. Zonder de kutte dagen weet je niet wat de beste dagen van je leven waren. Exact. Als je geen kutdagen had, wist je ook niet wat de mooiste dagen van je leven waren. Exact. Dat is een mooie boodschap. We gaan nog een Twitter shout-out doen en een comment creëren. Dus één persoon die mijn gepinde tweet op Twitter retweet, krijgt altijd stickers opgestuurd en een shout-out in deze podcast. Jij mag gewoon scrollen tussen al die namen. Fydra van der Roest. Fydra, ik denk dat Fedra is. Dat is oké. Bro, dat is oké. Jij mag dat zo zeggen. Fydra van der Roest. Super erg bedankt om te luisteren. Ik stuur u een code voor 50 euro Zalando te goed. Ik stuur u stickers op als je mij uw adres stuurt op Twitter. Maar impact, ik had niet door dat daarover ging. Stickers gewoon. Nee, yo. Maar ik heb iets belangrijks beslist opeens. Okay. Dat is eigenlijk de prijs van een Veuve Clicquot-fles, maar dan in kleren. Oké. Okay, wild, top, hè? Dus je hebt dat net aan iemand gegeven. Geniet ervan, zou ik zeggen. En als je niet moet hebben, stuur terug naar mij. We regelen dat wel. Je hebt dat genoeg gekregen. Jij moet niet veel meer. Jij weet niet wie dat ik ben. Ben je super bereid om te luisteren? Ik heb het geapprecieerd. Jij ook? Absoluut. Oké. Okay. Jij iets? Zeker. Oké. Okay. Gelukkig. Ik ben altijd blij als jij ook het geapprecieerd. Dat heel goed fake. In ieder geval, bro, super bedankt om langs te komen, man. Ja, nee, met veel plezier. Ik was heel blij dat ik nog eens mocht langskomen. 100%. Binnenkort, wanneer de Assise uitkomt, nog eens. Heel graag, heel maar graag. Eerst moeten wij een marginale knokkenboys foto maken. Ik heb nog een hemdje hangen. We gaan die vuurwerkjes in onze mond steken en een fles pakken, oké? Okay? Top, okay. Komt in orde. Super. Like, abonneer, al die goeie shit is goed voor mijn ego. En we gaan nog een comment creëren. tot voor iedereen die tot dit punt is geraakt in de podcast, moeten we eigenlijk een comment creëren. Dus we zeggen allebei gewoon een woord. 1, 2, 3. Bakfiets. Veuf bakfiets. Drop het in de comments als je tot dit punt bent geraakt in de podcast. Like, abonneer, al die goeie shit is goed voor mijn ego. Tot volgende maandag. Peace.